Beste medestrijders van Cultuur onder vuur, we zijn aan het einde gekomen van 2023. Maar voordat we het jaar afsluiten wil ik u heel hartelijk bedanken. Ik dank u voor uw steun. Door giften, door gebed, door medeleven. Toen ik vorige week met u deelde dat ik aangifte doe vanwege bedreiging, werd ik overspoeld met steunbetuigingen. Heel veel mensen vertelden ons hoe belangrijk zij ons werk vinden. Je wordt er een beetje stil van. En dat geeft ons ook de kracht om door te gaan, ook in 2024. Maar eerst wil ik kort met u terugblikken op 2023. Het was echt een jaar van doorbraak. Op heel veel dossiers waar wij afgelopen jaren actie hebben gevoerd, daar zit echt beweging in. Ik noem de hoofddoek bij de politie, waar we sinds 2017 tegen strijden. En met heel veel getekende petities. Minister Jezilgers heeft dat nu verboden. En als tweede noem ik het aardgasverbod sinds 2018 een strijdpunt voor ons. En heel veel mensen zeiden, ja, dat komt er toch wel door. Maar anno 2023 zien we dat gemeenten gewoon woningen blijven aansluiten op het aardgas. En wat ze denken van de stikstofpolitiek? Onze petitie hierover boden wij aan bij minister van de Wal in Den Haag. Met als boodschap aan haar Eerbiedig het recht op privé-eigendom. Wat toch ook volgens de VVD er Bolkestein een pijler is van het liberalisme. Stop daarom de gedwongen onteigening van de boeren. En wat zien we nu? Minister Van der Waal trekt haar steun aan de onteigening van de boeren in. En ook haar collega-minister Piet Adema van Landbouw komt terug van de rampzalige stikstofdwang. En dat zijn toch hoopvolle tekenen. En voor mij is de les: de aanhouder wint. Met het hoogtepunt van het jaar was natuurlijk de verkiezingsuitslag van 22 November. Jongsleden. Dat was een ware mokerslag voor links. Over de hele linie moest links inleveren. En de gedroomde premierskandidaat Frans Timmermans, die verloor grandioos. En dat is mede dankzij u. Jazeker, u heeft meegeholpen Frans Timmermans te verslaan en daarmee Nederland behoed. Voor een rampzalig klimaatbeleid. En dat heeft u gedaan door mee te doen met mijn acties. En het startschot was het zwartboek Frans Timmermans. Dit boek onthult de handel en wandel van de klimaatsocialist Frans Timmermans. Delen uit dit zwartboek hebben we online gezet als artikel. Artikel na artikel ging viraal. En video's over de onthullingen uit dit boek kregen bij elkaar 125.000 views op YouTube. Ik mocht ook op de nationale televisie bij Ongehoord Nederland vertellen over onze bevindingen met betrekking tot deze Frans Timmermans. En met als kers op de taart Ongehoord Nederland reporter Jonathan Crispijn die op de avond van de verkiezingen Frans Timmermans interviewt over onze onthullingen. En Timmermans die was duidelijk ongemakkelijk want hij ziet de waarheid niet zo graag in de openbaarheid komen. De waarheid dat hij een klimaatsocialist is die in een ongeïsoleerd herenhuis woont met energielabel E, terwijl hij u en mij van het aardgas af wil dwingen. Het resultaat van onze gerichte aanvallen? Het imago van Timmermans als staatsman, dat is aan het afbrokkelen. De schijnwerpen van Cultuur Onder Vuur liet heel Nederland zien wie hij werkelijk is. Een salonsocialist die verzot is op macht en op uw centen. En Timmermans heeft dit zeker gevoeld, zeker weten. Kijk maar naar zijn reactie op ons starterspakket, dat we bij de installatie van de Tweede Kamer en alle Tweede Kamerleden sturen. En ik citeer nu meneer Timmermans. Walgelijke verspreiding van fake news door christen fundamentalistische organisatie. Het is de wilde scheldpartij van een linkse politicus die hard getroffen is. Het is de woede van een verliezer. Een slechte verliezer. Onze acties tegen Frans Timmermans die waren een schot in de roos. Het zijn acties die voor de volle 100% gedragen zijn door donateurs zoals u. Cultuur onder vuur die krijgt 0 euro subsidie. En daarom is Links ook zo kwaad. Want normaal draait Links gewoon de subsidiekraan dicht als een boodschap hen niet aanstaat. Precies waar ze nu mee bezig zijn bij Ongehoord Nederland. Cultuur onder vuur die is immuun voor deze linkse canceling. We hebben een machtig leger medestrijders en donateurs. Mensen zoals u. Die opkomen voor gezonde en normale principes. En tegen de wokwaanzin. Nou, over canceling gesproken. Dit jaar was het ook weer raak. WhatsApp gooide ons eruit. Maar we zijn met succes overgestapt naar Telegram. En de enige echte verliezer van canceling. Dat is Big Tech zelf. Cultuur onder vuur wijkt nooit voor canceling. En dat wordt opgemerkt. Ook dit jaar kwamen er ondernemers op ons pad. Die bewondering hebben voor het feit dat wij doorzetten. Ze helpen met de digitale marketing, met lobbywerk, met het vergroten van het bereik van onze artikelen. Zo bouwen wij onze burgerbeweging uit. Maar het vliegwiel daarbij, dat bent u. U bent de steunpilaar van onze verdediging van de Nederlandse cultuur. En daarom zeg ik u uit de grond van mijn hart hartelijk dank. Op ons hoofdkwartier zijn we nu druk bezig met het plannen van de acties voor 2024. Want dit jaar moet het gebeuren. Er moet nu echt een drastische vermindering komen van de massa-immigratie, een einde aan de klimaatdwang en het uitpersen van burgers door hoge energiebelasting. Daarom volgen wij de politiek kritisch en zetten we waar nodig druk. En ja, ook op Geert Wilders. We houden Den Haag scherp: partijonafhankelijk vanuit de samenleving en principieel, zoals u van ons gewend bent. Samen maken we er een jaar van, van overwinningen. Maar eerst gaan we nu kerst vieren. Ik wens u en uw geliefden een zalig kerstmis. En ik sluit af met nogmaals een heel hartelijk dank: dank voor alles in wat u in 2023 gedaan heeft voor de verdediging van de Nederlandse cultuur.